Vol trots presenteerden de heren van de Rotterdam eindelijk de definitieve openingsdatum van het voormalige stoomschip. Na alle uitstel en teleurstellingen als gevolg daarvan is het nu 15 februari 2010 geworden. Maar ja, we hebben al eerder data gehoord, dus de eerste vraag is... Weet u het heel erg zeker? Ik weet het heel erg zeker. Ja, absoluut. Op 28 december al mogen de bewoners van Katendrecht als eerste de Rotterdam bekijken. Daarna volgen nog wat open dagen voor onder andere het Albeda College en de Stichting Behoud Stoomschip Rotterdam. Maar eerst is er morgen nog een ontruimingsoefening met 1000 vrijwilligers. En die moet natuurlijk wel goed gaan. Vorige week hebben we dat in kleine schaal getest met 300 man. Het norm is dat we binnen 15 minuten ontruimd moeten zijn. Nou, het maximaal was het 7 minuten. Dus dat was heel mooi. De brandweer kijkt wel natuurlijk over onze schouders mee en werkt mee. Het kan misschien zo zijn dat we het misschien 2 of 3 keer moeten doen. Maar ik verwacht daar niet van dat dat tot een no-go gaat leiden. Want dat zou weer heel slecht nieuws zijn. Er staan namelijk alweer wat congressen en dergelijke gepland en die wil de Rotterdam niet nog een keer afzeggen. Het is tijd om nu eindelijk geld te gaan verdienen. Voor het komende jaar worden zo'n 625.000 bezoekers verwacht. Ondanks de vertragingen, ondanks de negatieve publiciteit van de afgelopen maanden. Ik ben er absoluut van overtuigd en ook altijd van overtuigd geweest dat op het moment dat die voordeuren opengaan en dat publiek aan boord komt, dat men dat ook heel snel vergeten is. Want het is het echt, we hebben een stuk historie teruggebracht. En we maken ook weer een stuk historie van deze tijd. Ik bedoel, het is een levendig bedrijf, er is van alles te doen. En in die zin is het absoluut een aanwinst voor de stad.